Pas op je schoenen, man. Ik heb golfschoenen aan, oud. We kennen Jeroen Zoet als betrouwbare doelman onder de lat. Maar waar haalt hij buiten het voetbal nog meer zijn energie vandaan? In deze PSV Powerplay zoeken we het uit. Hij ligt niet op de green, maar hij is weg. Hey, en met midget golf probeer je altijd stapje voor stapje, maar ja. Nu is het gewoon... Ja, hier kan je hem wel in één keer er neerleggen, dus okay. Je kan het proberen. Je club voor de bal leggen, zo ja. Rustig slaan, je hoeft niet zo hard. Ja, we zijn weg. Stap voor stap. De eerste. Je wil weer rammen. Ja, ja, ik wil hoeft niet. Oh man, man, man. Dus dit is nog geen zekerheidje. Als jullie een spelletje spelen met het team, wie is dan de slechtste verliezer? Ja, klopt. Nu toevallig vanmiddag hebben we nog een potje gedart. Wow, Jorrit verloren, dat was wel een slechte verliezer. Ja? Ja, ja. Maar nee, over het algemeen, iedereen die bij ons in het team zit is een winnaar. Dus. Bal. Ja, goede bal. Oké, nou kan ik weer. Doorspelen. Precies. Hey, maar waar haal jij naast het voetbal nog meer energie vandaan? Ja, ik vind motorrijden ook leuk. Ja. En geef maar, ja, kan je handen ook doen. Dat vind ik leuk om, ja. Hoe kom je daarbij dan? Motorrijden? Ja, dat kwam een aantal jaar geleden in me op en toen ben ik dat eigenlijk gelijk gaan doen. Maar heb je wel eens gehad dat mensen dachten van. Keeper, motorrijden, is niet te gevaarlijk? Ja, zeker. Ook elke keer als ik ga, dan is er wel iemand die vertelt, doe je voorzichtig. Ja. Maar dat doe ik ook wel. Het is niet zo dat ik als een gek op de snelweg rijd. Ik heb ook een motor wat geen racemotor is, een Harley. Dus ja, tuurlijk, een motor is gevaarlijk, je bent kwetsbaar. Maar als je je daarvan bewust bent, dan... Heb je een club, een motorrijder? Ja. Nee, oh nee, 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 dat niet. Nee, nee. Zijn er spelers met hele rare hobby's? Nee. Nee. Ze hebben allemaal wel een hobby. Hè? PlayStation is tegenwoordig een hobby, golf is een hobby. Filmen, biscopjes pikken. Dat is niet een hobby, maar is wel vrij veel vrije tijdbestedingen. Mm-hmm. Specifieke hobby. Echt rare hobby's, nee. Heb jij hobby's buiten het voetballerij om? Nou ja, golfen. Golfen is wel iets wat ik doe. En ik heb altijd wel... Ik hou heel erg van duiken. Je moet een keer je duikcursus, diploma, paddy, je moet je een keer halen natuurlijk. En dat, ja, officieel is dat een hobby, beroep, activiteit die je niet mag doen, want het is een gevaarlijke activiteit natuurlijk. Ik denk wel dat ze beperkt worden in het hobby's doen. Mm-hmm. Hetgene wat ze graag zouden willen doen, dat het niet altijd kan. Mm-hmm. En als je nou vraagt wat, dan zou ik het niet weten, maar ik heb altijd idee. Dus, ja, ze kennen natuurlijk niet altijd overal naartoe en doen wat ze willen. Wij gingen vroeger regelmatig na de wedstrijd naar de verlenging, een café in het stadion. En daar gingen we regelmatig na de wedstrijd gingen we daarheen. Ja, daar werd wel eens een biertje gedronken. Nou ja, dus sommige jongens wel. Niet iedereen doet dat natuurlijk dan, maar ja, daar ga je wel eens heen. Dat moeten we ook niet omheen te draaien. Alleen dat wordt nu steeds moeilijker. In die periode had je nog geen telefoon, dan kon je nog geen foto mee maken. En uitgaan, kan dat ook een hobby zijn? Het kan een hobby zijn. Als wij één wedstrijd in de week hebben en zaterdag gespeeld hebben, dan zou zaterdagavond een ideale avond zijn. En mag dat? Maar niet op... Nou ja, goed. Ik denk dat ze zelf wel weten hoe ver ze kunnen gaan. Dus dat mag. Die jongens zijn 19, 20, 25. Ja, die kan niet zeggen blijf thuis zitten. Op een zeker moment moet je ook een beetje reëel zijn. Ja. Ik neem aan dat jij zelf wel weet of je iets wel kan doen of niet kan doen. Ja. En dat is niet, denk ik, aan een trainer om te controleren, altijd. En... Ja, het vertrouwen ligt bij jouzelf. Je bent professional, je wil bij PSV voetballen, je wil voor de club uitkomen. Ja, dan ben je zelf wel van bewust dat je iets verkeerds doet of niet verkeerds doet, waar het risico ligt. We gaan een keer met Jeroen golven, maar dan wil ik wel eens een caddy zijn. Ik wil daar wel mee. Dat vind ik net zo leuk. Ik heb dat kaartje rondrijden en een beetje de ballen bij elkaar rapen. Maar ze slaan toch niet alles in één keer recht vooruit. Dus, ze zal toch moeten zoeken. Maar golven, ja.
en motorrijden, dat is wel een vrij groot verschil. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Hoe kom je daarbij? Of zie je wel eens een golfer hier met een Harley aankomen? Nee, nee. Of hij moet een locker hebben waar zijn tas in kan. Maar nee, dat heb ik nog niet gezien. Is ook verschillend, hoor. Maar ik hou wel van... Ja, diversiteit. Ja, diversiteit inderdaad. En keuzes inderdaad, als ik dan een dagje vrij of een middagje vrij heb, dat ik kan kiezen in wat ik wil gaan doen. Ja. Dus je bent eigenlijk heel relaxed, maar soms ook af en toe wel wat ruiger met... Ja, met motorrijden, ja, ja, zeker. Is dit voor jou? Ja. Heeft de club ooit wel eens een bepaalde hobby afgeraden? Ja, kijk, ik denk dat ze met motorrijden misschien ook niet heel blij zijn. Destijds heb ik toestemming gevraagd en die gekregen. Maar ja, er zijn denk ik wel dingen waar ze van hebben dat we dat liever niet doen. Zoals skiën, dat is not done, zeg maar. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, vroeger, maar sinds dat ik van Veendam naar PSV ben gegaan, ja, ski ik niet meer. Ja, het risico is te groot. En ook al kan je zelf goed skiën, er zijn ook mensen die het niet zo goed kunnen. En ja, dan zoek je het misschien op. Voilà. En aan de andere kant, ja, je kan ook thuis van de trap afglijden en er kan iets gebeuren. Maar ja, dan zoek je het echt op. En ja, dat hebben ze liever niet. Want nee. Ja, als het daardoor zou gebeuren, zou dat doodzonde zijn. Zijn er eigenlijk veel van jouw vrienden? Zijn die ook voetballen? Of... Ja, er zijn een aantal vrienden van me die zelf ook voetballen. Een vriend die hockeyt. Een jongen, daar heb ik vroeger nog bij BV Veendam gespeeld. Toen BV Veendam nog bestond. Die voetbalt nu op een iets minder hoog niveau. Maar ja, er zijn een aantal jongens die nog steeds voetballen. Maar heb je het gevoel dat je iets gemist hebt in je jeugd soms? Nee, niet. Ik heb dat op een andere manier heb ik heel veel voldoening gehad uit wat ik behaald heb. En ja, voor dat heb ik het ook gelaten. En ja, ik wil nog steeds nog meer dingen halen en bereiken. En ja. Ik ben misschien wel iets losser geworden. Vroeger was alles stipt. En ja, daar kan ik nou iets meer een draai aan geven. Dus, Je wordt ook ouder, hè? Ja, daarom. Je wordt vader. Ja, wordt vader, man. Ja. Gaaf. In juni krijgen we een meisje, dus wordt spannend. Was dat ook al lang een droom van je om vader te worden? Ja, natuurlijk. Dat wist ik ook wel snel, dat ik vader zou willen worden. En, dat nu mag gaan gebeuren, is dat super mooi. Had jij voor jezelf een leeftijd van dit is de max waarop ik vader wil worden? Of? Nee, dat niet echt. Ik had wel in mijn gedachten dat ik eerst ook nog wel een beetje van het leven wil zien. Want als je 18, 19, 20 bent, dan ben je gewoon nog jong en heb je nog niet, in mijn ogen, niet zoveel van het leven gezien. En, maar dat kan ook heel goed gaan. Het is gewoon iemands persoonlijkheid en hoe je erover denkt. En dat is voor iedereen anders. En voor mij voelt het op deze manier heel erg goed. Dus, hoe lang is ze nu zo? Dit is week 4 en we zitten in week 35, dus 7 juni is ze uitgerekend. Dus, spannend. Ja. Ja? Ja. Ja. Maar alles gaat goed? Alles gaat goed, ja, zeker. En het valt wel tussen de wedstrijden van de Nations League, maar ja, dan moeten we maar kijken hoe het gaat. Daar heb je geen invloed op. En, bij de geboorte zijn van je eerste kind, dat gaat boven alles voor daarom mij. Dus, Hey, en als je golft, beleef je dan ook nog wel eens een wedstrijd terug? Of denk je dan, is dat een juist moment om terug te denken aan wedstrijden? Ja, het ligt ook een beetje aan met wie ik speel en of ik het er dan over heb. Over het algemeen niet. Maar neem je dat mee naar huis? Praat je daar met je vriendin over? Ik denk dat ze soms wel ziet of merkt aan mij of het wel of niet gegaan is zoals ik graag zou willen. Het kan natuurlijk niet altijd gaan zoals je zelf wilt, maar... Ja, je moet dat ook proberen weer van je af te zetten. Dit is jouw moment. Ja, joh. Ik sla ze ook allemaal veel te zacht. Klasse. Ja. Prima toch zo? Ja. Nou, dit is het moment waar iedereen op heeft gewacht.
top. Bedankt, man. Jij bedankt. Jeroen, hartstikke bedankt dat ik een middagje met je mee mocht lopen hier op de golfbaan. Ja. Hoe heb ik het gedaan? Ja, we kunnen denk ik wat vaker oefenen en dan zal het wel beter gaan. Maar ik vond het leuk zo, het was mooi weer en lekker even buiten geweest, toch? Dankjewel, ik heb veel geleerd. Yes, top man. Hoewel ik niet heb kunnen winnen, vond ik het super tof om samen met Jeroen op de golfbaan te staan. Ik hoop dat je ook genoten hebt. Dit was PSV Powerplay.